Heb je al afscheid genomen, schat? Zeg bye bye. Dag, dag, bedankt voor de lekkere avondeten sessies. Wil je een afscheid nemen van mij of van die tafel? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hey, tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En René die moet opschieten. Ja, want het is... Het is kaffe, nee. Yep. Nou, doe even rustig. Kun je ook even gedag zeggen tegen de kijkers? Het is de 24ste. Nee, het is 24ste. En ik moet gewoon nog eventjes werken. En dan gaan we naar... Maar ik zie je wel heel snel weer terug. Ja, dan gaan we naar Tilburg inderdaad. Dag mijn moeder. Dag mam. Dag mam. Ik zeg gewoon mam tegen jou. What the fuck? Dat doen we niet aan, hoor. Nee. Dag schat. Dag moe. Werk ze. Gekke papa. Hé, hey, gaan we straks naar oma? Ja, oma. Oma, strakjes. Oma? Ja. En nu nog niet. Waar ga je naartoe? Wat is Mojo aan het doen? Geen idee. Oma gordijnen. Oma gordijnen, ja. Oma gordijnen, hartstikke goed. Ik ben nog heel eventjes wat lekkers aan het maken voor op mijn werk morgen. Want ik moet werken met eerste en tweede kerstdag. Dus ik neem brood mee en mijn beroemde kip. En ik moet dus... Nee, nou ja, dat laat ik sowieso... Ja, we zijn dus... Oma! En we zijn dus voor René als verrassing naar de fotograaf geweest. En daar laat ik nu een stukje van zien. Opa. Hey, Gino Politi nu ook in te huren voor kinderfeestjes en partijen. Ja, oké. Wat is met jou? Nou, schiet op. Ja, schiet op. Ik moet eerst moet ik wachten. Dan kan ik niet draaien. En dan moet ik ineens opschieten. Kijk uit de buurt. Heb je al afscheid genomen, schat? Zeg bye bye. Dag, dag. Bedankt voor de lekkere avondeten sessies. Wil je een afscheid nemen van mij of van die tafel? Bedankt voor het lekkere eten. Fijn dat we er iemand blij mee kunnen maken. Zeker. Zo. Nou. Dag hè. Nou. En doei. Dag. Nou, zoals je ziet had hij niet echt zin om te lachen, maar we hebben wel mooie foto's en ik heb dus een lijst. Ik moet dus nu wachten totdat die foto's binnenkomen, die heb ik besteld. En dan kan ik ze erin doen en dan kan ik het ingepakken. Maar ik moet ook nog brood maken en de kip. En twee maaltijden bij me brengen straks. En ik ruik dat Jesse heeft gepoept. Dus ik denk dat ik hem even uit ga kleden en gewoon maar lekker meteen onder de douche knal. Gaan we douchen? Nee. Heb je gepoept? Nee. Denk het wel. Heb je een warme broek? Nee. Is je broek warm, zeg maar, hier achter bij je billetjes? Is je lekker heet, lekker plakkerig ook? Nee. Dus je hebt niet gepoept? Nee. Of je hebt wel gepoept? Nee. Stinkt het een beetje? Ruik je een beetje een walm om je heen? Of? Nee. Nee, ook niet. Hm.
Want ik ruik het namelijk wel. Sterker nog, ik zie het bijna. Ja. Zo om jou heen, zo daar zo. Om jou heen zie ik een beetje iets van een groene walm. Ja. Ja, ja, zie je wel. Toch wel, hè? Zo, een beetje bloem. De molen. Beetje gist erbij, want zonder gist doet hij niet veel. Zetten we hem alvast aan. Beetje mixen. Ja, een beetje olie erbij. Kijk, hier staat de kip. Marinade is ook ready for the air fryer. Goed kijken, hè? Wat hebben we er net bij gedaan? Water, hè? Ja. Ja, een beetje water bij gedaan. Nu is het afwachten. Oh, kwam dat daaruit? Ja. Ja. Zo, we hebben lekker gedoucht. Jessie ligt inmiddels eventjes te slapen. En ik heb het brood voor de derde keer uitgerold. En opgebold. Dat gaat nu voor de laatste keer rijzen. De kip gaan we zo ook eventjes in de airfryertje doen. En dan gaan we de vlog maken. Gaan we nog een vlog maken. Ook nog een vlog maken vandaag. En ik ben een beetje aan het stoeien met onze Mac. Want die wordt een beetje langzaam. En dan die foto op de achtergrond die telkens verdwijnt en zo. Best wel irritant. We doen er niet zo heel veel verschillende dingen mee, weet je. We gebruiken alleen de editprogramma's en wat internet. Maar op zich zou die toch niet zo snel al moeten vastlopen en vol. En dit krijg je weer zo'n waarschuwing. There is not enough space. Terwijl dat er wel genoeg space is. Er is meer dan genoeg space op. Er is meer dan genoeg space op de computer. Maar ja, ik. I don't know. Het zal wel. We zijn gezellig gearriveerd. Dag mam. Dag pa. En we gaan maar gelijk eten, hè? Nou, Jessie wel in ieder geval. Hey Jessie, ik heb het gezegd, hè? Lekker eten gelijk, hè? Ja. Yeah.
tijd om te gaan. Dankjewel voor het lekker eten. Graag gedaan. Wat? Wat? Die buik van je. Welke buik? Welkom op eerste kerstdag. De Sicilian heeft al een bal gesloopt. Hey, papa is binnen. Tessie, kijk eens wat er onder de kerstboom ligt. Cadeautje! Van wie is dat? Ja. Van wie is die? Van oh, als ik hem naar ons laat, dan valt hij zo de kerstboom in. Ja, pak hem maar, denk ik. Pak die maar, hè. Deze. Ga die maar openmaken. Ja? Ja, neem maar mee naar de bank. Of hier, mag ook. Is de kerstman nou ook nog eens langs geweest? Wat voor dikkie. Goed zo. Zie je al wat erin zit? Want wij zien het nog niet. Maar jij keek heel blij. Trekken! Juist. Ja, ja. Dankjewel. Wat is dat nou? Een magneetsetje. Oh, dat klinkt leuk. Ik hoorde net een boemba in mijn hoofd. Wat is dat nou? Oh, allemaal magneetjes. Kijk. Oh, papa nou al een huisje gemaakt. Nou, kreutje is geslaagd. Geef die maar aan papa. Geef maar aan papa. Geef maar aan papa. Oh, ja, die is voor papa. Is die voor mij? Ja. Je meehelpen? Ja. Ja. Kom op met de spierballen. Die zijn mooi. Ja, mooi. Daar is papa heel blij mee. Ik vond het heel blij. Die zijn wel heel gaaf. Ik vond blauw leuker dan zwart. Ja. Ik vond die zijn wel heel gaaf. Oma. En die blauw? Ja. Dus voor als jij te hard aan het huilen bent, dan kan papa ze eventjes in doen. Er zit ook noise cancelling in, dus ja, dan hoor ik jou gewoon niet meer. Ha. Dankjewel, baby. Alsjeblieft. Oma. In de tuin helemaal ondergespoten. Mama! En de dunne laag. Mama! Ja. Mama! Het staat niet te vinden. En dan is het gewoon niet gebeurd. Nee. Ah.
Oh, wauw. Dat mag ik heel zwaar doen. How do you, dog? I love you. Helpen. Zo, we zitten in de auto. Het is inmiddels the day after Christmas. Derde kerstdag. Ja, Sergio die heeft alweer gewerkt. Nogmaals gewerkt. Hij heeft heel de kerst gewerkt. En ik ben letterlijk mijn joggingspak niet uit geweest. En Jesse Silver ook niet. Maar we dachten, goh. Er schijnt een straat te zijn bij ons in Loosduinen die helemaal verlicht is. Dus het is wel leuk om daar de kerstdagen in ieder geval even mee af te sluiten. Toch? Ja, dus nu hopen dat we hem kunnen vinden. Ja, hij is heel dichtbij. Oh. Oh, kijk nou eens. Dat is toch leuk? Daar is die. Dat gaan wij ook doen straks zo in onze straat. Kijk nou hoe leuk. Ik hou ervan, hoor. Ik hou ervan. Het is toch leuk als iedereen meedoet. Zie je dat, Jessie? Ja. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Ja. Heel mooi. Flikkerende kerstboom. Je moet zelf de slingers ophangen, hè? Nou, 2020 had het extra nodig en dat hebben ze gedaan. Leuk, hè? Nou, dat was even kort maar krachtig. Altijd leuk. We gaan hem, hier lekker afsluiten. Oh, hier lekker afsluiten. Ja, dit was kerst 2020. Dat is wel heel snel afgesloten. We hopen dat jullie kerst toch nog een beetje leuk was. Laat even weten wat jullie hebben gedaan op deze aparte kerst. En vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Op dat belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag. De volgende keer. Hoe leuk. Zien we jou graag bij de volgende vlog. Ciao. Jij nog zwaaien?